Klein stukje lopen in de stek. Ga even een compleet nieuwe stek proberen waar ik nog nooit geweest ben. Wel een bekend water, maar ik heb die stek nog nooit gezeten, dus ik heb geen idee, maar ik zag het op Google Maps en leek me wel een mooie plek, dus gaan we gewoon eens even proberen. Het is lekker weer. Redelijk vroeg uit bed gekomen. Dus dat is dan alweer wel weer goed. Zo, hier moet het gaan gebeuren vandaag. Ik zie wat ganzen. Sprong naar de vis, altijd een goed teken. Riet is nog niet te hoog, zie je. Over een maand of zo dan staat het riet weer manshoogte. En dan kun je hier eigenlijk al niet meer zitten. Dat is wel jammer. Maar goed. Goedemorgen, welkom bij weer een aflevering van amateurvisser.nl. Oh, ik zit hier al van vanmorgen, ik denk 8 uur. En het was koud, jongen. Ik dacht het is 15, 20 graden vandaag. Maar het was vanmorgen echt maar misschien 5, 6 graden. En ik zat hier te vernikkelen. En de eerste anderhalf uur ook nog geen enkele aanbeet. Ja, één braasimpje met een flinke wond op zijn rug, maar dat was echt de moeite niet waard. En ik denk, ik ga naar huis, dacht ik. En dan gaan we wat spullen inpakken, maar toen dacht ik, weet je wat, ik wist ook niet wat ik thuis zou moeten gaan doen. Dus dan ben ik toch maar weer even blijven zitten. Het is een nieuwe stek. Het is wel op een kanaal waar ik wel heel veel gevist heb. Alleen dit is een kilometer of 3 de andere kant op. En ik hoop dat hier wat braas in zit. Ik zeg al, ik had net een kleintje gevangen, maar voor de rest nog rustig. Dus we gaan zien wat het gaat brengen vandaag. Ik vis in ieder geval met 2 pikkers weer. En met eentje met mais en eentje met mijn pellet. Zal ik dadelijk even laten zien welke pellets ik gebruik. En ik ga maar eens kijken, het begint in ieder geval een beetje warmer te worden. Ik ben echt veel te dun aangedaan. Veel te dun aangekleed. Nou, dan ga ik hem even wat koffie pakken dan. Eens even kijken. Ik zal even de pellets laten zien die ik gebruik. Ik heb een hele stapel natuurlijk weer gekocht. Tada! Het zijn Sony Baits Pellet O's. Die zijn echt perfect, zeker als het wat warmer is. Daar ben ik er heel tevreden over. En ik heb nu die Cheesy Garlic van 8 mm. Doet het nu heel goed op de brasem, denk ik. Of over het algemeen wel. Ik heb, wat is dit? Heilbot, Halibut smaak, ook goed. Ik heb Crab, dus ook altijd goed. Bloodworm is ook altijd goed. Maar die garlic, cheese en garlic, die is echt iets voor brasem. En deze spicy sausage ook. Het enige nadeel van die
spicy Swiss sausage en van die bloodworm, is dat je de... die zijn op een of andere manier krimpen die als die droog zijn. Dus die gaatjes worden veel kleiner en dan krijg je met een speedstop, en dat doen ze er wel bij. Maar dan krijg je een speedstop eigenlijk helemaal niet doorheen zonder dat ze breken. Dus dan moet je ze groter drillen. Maar ik heb een pelletboortje van 1 mm, dus ik kan ze niet groter drillen. Ik moet een dikker boortje hebben. En ja, dat is eigenlijk wel jammer, want die spicy sausage doet ook heel goed op brazen. Dus eigenlijk mijn favoriet is die garlic cheese, spicy sausage en ik denk halibut. Dat zijn de favorieten die ik heb. Zo, deze was weer op de pallet. Even kijken. Hoe zit die gehakt? Mooi formaat. Snel terug. Nou, die was wel op de pallet. Maakt je niet zo heel veel verschil uit. Mais of pallet, moet ik zeggen. Mensen denken allemaal dat ik in mezelf zit te praten. Kijk, die pallets, die is hartstikke simpel. Speedstopje op de naald. Dan kennen jullie wel van allemaal andere video's. Door de voorgeboorde pallet heen. Ja. En dan, that's it, hè. Kind kan de was doen. Het voordeel is, die pallets die zijn ook goed hard. Dus die gaan ook niet kapot als je ze in de method feeder drukt. Kun je allemaal heel strak aandrukken. Hopla. Zo. Kijk eens. Bijna te mooi om het water te voelen.
praat ze weer. Zo, dat is een flinke. Dat is een flinke. Zo, dat is steeds groter. Pijpukkels zitten er al goed op. Mooi formaat. Nou, snel maar terug. Oh, volgens mij heb ik op deze ook een beet. Ja. Hier ook. De lijn lag in één keer slap, ik denk, hè? Zou die nog eraan zitten? Hij zit er nog aan. Ook wel mooie. Ja. Mooie brassen. Snel terug. Ik zat hier vanmorgen. Ik moest eigenlijk een enorme bak scheten. Oh man, ik hield niet meer. Ik heb wel altijd toiletpapier bij me, maar ik had vandaag geen schepje bij. Dus ik ben even bos ingegaan. En ben ik daar maar even gaan zitten. En heb ik er wat takjes en bladeren overheen gegooid, weet je wel. Maar ik kom er nog net achter dat eigenlijk een midden op een wandelpad was. Dus er komt net een hele groep wandelaars aan. Dus er is eigenlijk een schepje mee dan. Dat is wel zo netjes. Maar ja, weet je, als je moet, dan moet je. Dan ga ik niet. Als ik geen schepje bij heb, ga ik niet alles inpakken naar huis. Sowieso, dat haal ik niet eens. Dus. Ach ja. Wordt er allemaal een beetje bij. Het is allemaal organisch, dus maakt niet zoveel uit. Als je honden overal kunnen scheten, dan, dan kan ik dat ook. Never mind, jongens. Never mind. Weer eentje op de pallet, hè. Jongens, die pallets die zijn goed. Vorig jaar ook al veel succes mee gehad. Nou ja, nu ook weer.
En op de linker heb ik nu een neobit ergens, maar heb ik dat net ook met mais gevist. Maar je pallets doen het beter. Hier in ieder geval. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat dat overal zo is. Hij komt deze kant op gezwommen zelfs. Ik denk, ga er maar vast naartoe. Het zijn redelijke spartelaars vandaag. Redelijke spartelaars. Jongens. Eerst rustig, dan ben je het snelste eruit. Als je maar rustig ligt, ben je het snelste eruit. No. Joh. Ha. Dan maar even op het gras. Redelijke dikke weer. Nou, die spartelaar die gaat terug. Jongen, spartelaar. Van Brasem. Het is geen dweil in ieder geval. Zo jongens, dat was een rustige Feeder Friday vandaag. Niet al te veel vis. Een stuk of 6, 7 brasems. Had ik ook wel verwacht. Volgens mij heb ik. Dacht ik beter. Maar had ik ook wel verwacht. Dus wat dat betreft is het wel uitgekomen. Nou ja, vind je het leuke video's? Deel ze dan hier rustig op YouTube of op Facebook. Abonneer je op het kanaal. Duimpje omhoog. Als je er niks aan vond, moet je het niet doen. Dan krijg je het alleen maar meer. Maar ik ga daar eigenlijk wat inpakken. Misschien nog heel eventjes. Ik wil nog één keer uitgooien. Dat zeg ik altijd, één keer uitgooien. Ik kruip niet over mijn hand. Maar het was lekker. Het was alleen fucking koud vanmorgen. En nu nog, als de zon achter de wolken gaat, dan is het in één keer echt koud. Zeker voor de tijd van het jaar. Ja, misschien zegt dat ook wel iets over de aanbeten. Dat zou kunnen. Maar goed, we hebben in ieder geval wel lekker gevist. Oh, ik had laatst had ik een kapervideo opgenomen samen met iemand die ik via Facebook heb leren kennen. Kapervideo die gaat als een speer over YouTube. Je merkt toch als je video's maakt over kaperen en over snoeken, dan dan worden die heel veel bekeken, maar over witvissen is meestal wat minder, maar ja, dat maakt mij niet uit, want ik vind witvissen nou eigenlijk hartstikke leuk. En af en toe is kaperen ook hartstikke leuk. En af en toe snoeken zeker. Maar ja, zo'n pikker en mooie brasem vangen. En mooie kapertjes of een zeelt, dat vind ik toch echt wel super gaaf. Dus dat blijf ik gewoon doen. Er zijn kaper en snoekkanalen genoeg. Maar voor witvissers nog niet zo. Nou, oké, hier ga ik het bij laten. Jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Hoi.